Welkom bij een nieuwe aflevering van Behind the Scenes in the fucking Invasion. En vandaag gaan we kijken bij de vetste map die gebouwd is voor de Invasion tot nu toe. Namelijk het Kermis Attractiepark. Nou, we zijn er en dit is best wel een uitgebreide. Nou ja, hier niet, want hier zie je... Oh, dit is trouwens ook nog allemaal dingen gebouwd. Hier, dit is nog eigenlijk gewoon een woonwijk gebouwd. Dus ja, hier kun je dus echt zien dat het gewoon sets zijn voor die roleplay-series. Dus dat is wel echt vet. Maar wat je dus daar hebt, is het attractiepark. En dat is natuurlijk al in de afleveringen geweest. En het is best wel groot. Nou ja, ten eerste heb je hier dus gewoon een vrachtwagen die hier gestrand is. Uit dit ding kwamen wij... En dit ziet er eigenlijk gewoon helemaal zo uit. Dus dat is echt puur gebouwd, zodat we daar naar boven konden gaan. Hupsakee. En dan kwam je dan hier terecht. En ja, dit is echt een setting die echt gebouwd is met heel veel details. Nou, hier heb je dus Danger staan. Om lekker die enge sfeer te maken. Als je het nacht doet, dan zie je dat ook. Dat is gewoon ja, best wel creepy. Zeker als je Storm ook doet. Dan moet je eens kijken hoe het eruit ziet. Ja, dat is gewoon... Best wel eng. Ik bedoel, als je daar rondloopt in zo'n attractiepark die helemaal verlaten is, nou, dat is niet zo fijn. En nou, goed, hier zie je in ieder geval het begin. Dus dat is eigenlijk net zoals wat je bij de Efteling hebt, is natuurlijk de intreekaartjes en zo. Nou, als je daar langskomt, dan kom je hier in het attractiepark terecht. Ik kan me nog herinneren dat hier ook een helikopter was gebouwd, maar die hebben we op een gegeven moment weggehaald, omdat dat niet echt realistisch is als je een vliegende helikopter ineens hebt... Hebt staan. Sowieso vind ik dat wel jammer in Minecraft, is dat je dingen niet echt kan laten bewegen. Dus een voertuig is gewoon een stilstaand object. En dat, ja, het is wel jammer dat het niet allemaal beweegt. Maar ja, dat, ja, hè. Misschien ooit een, ik weet niet of daar mods eigenlijk voor zijn, maar ik denk dat het best wel lastig is. Als je een helikopter bouwt om die dan rond te laten vliegen ofzo. Ik denk niet dat dat kan. Maar in ieder geval, hier kom je dus in het attractiepark terecht en moet je eens kijken, al die kleurtjes en... Wat staat daarin op dat bordje? De circus tent. Ja, dan heb je hier bijvoorbeeld de circus tent. Waar al die doodhoofden ook in lagen en zo. Kijken, hoe kom ik daarin? Ja, dus hier. Dit is dus de circus tent. Er zijn heel veel mensen gedood door dieren, leeuwen. Nou, dat is eigenlijk gewoon door de invasion natuurlijk. En hier kom je terecht bij een of andere vijvertje. Daar zijn we ook niet geweest. En dan, die is ook helemaal kapot trouwens. En dan kom je hier terecht bij een paar huisjes. Volgens mij is dat niet echt een attractie of zo. En dan heb je hier, ja gewoon, het is eigenlijk een attractiepark wat gewoon tussen de bossen en de bergen zit. Dus dat is wel heel vet gebouwd. En dan is dit een van de achtbanen bijvoorbeeld. Moet je eens kijken jongen, maar het is best wel realistisch ook. Maar het is dus echt, het zijn ook echte attracties. Moet je eens kijken, kun je gewoon met die rails, kun je gewoon... Langs. Kijk, zal ik gewoon voor de grap even proberen. Minecart. Hupsakee, minecartje. Hupsakee. Gaan we even kijken of dat het werkt. Nou. Yay! We zitten erin hoor. Oh nee, tuurlijk niet. Dit is de verkeerde kant. Oh, hier is het kapot. Ja, hier. Ik ga net weer de verkeerde kant kiezen. Oké. Ja, dus dit is niet een veilige achtbaan. Maar we gaan het hier doen. Wow! Ja, dit is dus wel een echte achtbaan vanaf hier. Moet kijken, het is een achtbaan geweest. Totdat het kapot ging. En dan ja, is hier alles kapot. Maar ja, het was dus wel vroeger een achtbaan, zeg maar. Maar toen we hier terecht kwamen, was dus door al de invasion, door de monsters, door het virus, is gewoon alles kapot. Hier heb je een of ander groot gebouw. Ik weet niet wat daar binnen is. Volgens mij zit er helemaal niks binnen. Nee, ik denk het ook niet. Zal ik gewoon een kompas... Ik weet niet, voor hetzelfde geld kan je wel naar binnen. Dan gaan we maar even een kompasje doen. Hupsakee. Oh. Wow, het is helemaal donker. Nee, dit is dus niet gebouwd om van binnen in te gaan. Dat is meer voor het buitenzicht. Hier heb je het grote horrorhuis. Wat trouwens wel een echt vet ding ook was in de serie. Is omdat, ik bedoel, je zit in een horror serie. En dan ga je overnachten in het horrorhuis. Dat is best wel grappig. Een best wel grappig dingetje. Maar ja, dit is dus best wel groot. Ik weet niet echt, ja, het is niet echt... Een attractie of zo. Het is gewoon het horrorhuis. Het is een soort museum lijkt het wel. Het is best wel apart gebouwd op een aparte manier. En dan komen we hier terecht bij de houten achtbaan. En dat is ook wel een vet dingetje. We gaan even kijken of dat het... Volgens mij is het ook gewoon voor de helft kapot. Maar laten we gewoon proberen om een puntje te zoeken. Waarvan we het wel een beetje kunnen meemaken. Nou, laten we vanaf hier even doen. Hupsakee. Woehoe! Oh. Dat... Nee! Bam! Oké, dood. Nee, dat werkte niet. Oké. Ik moet het wel weer weghalen. Ja! Paf! Oké. Deze was dat.
En dan gaan we de blaadjes daar plaatsen. Mooi zo. Oké. Nou, dan moet ik vanaf daar maar proberen. Hupskee. Oké. Gaan we doen. Gaan we doen dan. Hupskee naar onderen dan. Traag. Wauw, dit is echt een traag achtbaan. Dit is voor duidelijk voor kinderen. Woehoe! Ja, wat een snelle achtbaan, jongens. Oh, echt zo snel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zo'n snelle achtbaan van wel 5 km per uur. We gaan omhoog. Oh, vet. Oké. En we gaan erdoor. Oké, ga maar. Oh, dan gaan we helemaal naar boven daar straks. Gaat hij omhoog, denk je? Ja, dat is, hij gaat wel vrij snel naar omhoog. Ik zou het echt grappig vinden als je dan ineens naar onderen gaat. Hè. En dan ga je hier. Onderdoor, moet je eens kijken. Ja, dit is wel een vette achtbaan, hoor. Dit is wel een vette achtbaan. Had wel droog geweest als we dat in de roleplay-serie zelf hadden gedaan. Gewoon random even in de achtbaan. En hupskee. Ik ben wel benieuwd wanneer die ophoudt. Oh, hier gaan we naar onderen nog. Wow. Oké, genoeg. Genoeg voor de achtbaan. Nee. Ja, ik wil eruit. Oké, top. Nou, dit is best een grote achtbaan dus. Vet gebouwd. Is sowieso echt heel tof gebouwd. Ik vind het heel knap dat ze dat zo hebben, tof hebben gedaan. En ja, dit is eigenlijk de map. En dan heb je hier gewoon zo'n vulkaan nog. Het noemt dus ook Volcano. Volgens mij was het Volcano. Ik weet de naam niet meer. Het was iets met Volcano. Prep Park, Volcano City of zo. Maar dit is dus de set vanaf boven. En ja, ik vind hem wel heel erg bruut gemaakt hoor. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de comments. Maar ja, als ik zo er even doorheen ga. Wauw, ik vind het een hele toffe set. En je moet je beseffen dat het maar eigenlijk voor een paar afleveringen is. Het is echt voor misschien 2-3 afleveringen. En dan, oké, we gaan hier nooit meer heen. Weet je wel? Dus dat, nou, misschien komen we er ooit nog terug. Maar de kans is niet zo heel groot, zeg maar. Maar dit is dus eigenlijk de set van de kermis. Ik hoop dat jullie het tof vonden. We hebben ook nog een klein stukje gezien van een soort wijk. Van de Invasion. Volgens mij is die nog nooit in een aflevering geweest. Ik weet ook niet of dat het inkomt. Maar dit is dus de kermis. De kermis, attractiepark, hoe je het ook wilt noemen. Vind je het nou tof? Doe dan een duimpje omhoog. En laat even weten wat jij de volgende keer wilt zien in deze serie. Waar ik jullie gewoon backstage wat meer laat zien van al die hele vette dingen die al op NLG Minecraft terechtkomen. Oké. Bedankt voor het kijken.